Het is zo schattig om te zien. En eigenlijk hebben we vorig jaar al besloten van dat gaan we volgend jaar weer doen. We staan hier bij Jongbloed, fiscaal juristen, aan de Martelaan. Ja. Ik zie hier allemaal kerstbomen staan met knuffels en cadeautjes. Klopt. Vertel, wat is de reden daarvan? De reden? Ja, wij zijn vorig jaar eigenlijk door corona ook een beetje zijn we op het idee gekomen om de kerstbomen hier, want we hadden altijd al, of altijd, het jaar ervoor zijn we begonnen met mooie kerstbomen hier, om als sympathieke actie voor de kinderen in de buurt, om knuffels in de boom te hangen, zodat kinderen met hun vaders, moeders, opa's, oma's langs kunnen komen om een leuke knuffel voor zichzelf uit te zoeken. Gewoon een sympathieke actie voor kinderen. En hoe, je zei al, jullie hebben dat bedacht door de corona. Ja. Dat is dan ook echt de reden geweest om deze actie te gaan doen? Ja, ook, maar vooral omdat we het zelf gewoon eigenlijk heel erg leuk vinden. En het ziet er zo gezellig uit. Die kinderen komen hier en die zoeken met zorg een knuffel uit. En het is zo schattig om te zien. En eigenlijk hebben we vorig jaar al besloten van dat gaan we volgend jaar weer doen. Dus het was een succesvol jaar vorig jaar. Ja, ja, en dit jaar hebben we ook als idee erbij bedacht van het zou leuk zijn als kinderen hun oude knuffels die ze niet meer willen hebben. Of ze denken van we hebben al zoveel en dat ze die knuffels kunnen inleveren bij ons. Zodat die knuffels een tweede leven krijgen bij een ander kindje dat het graag wil hebben. Ja precies, want de knuffels die worden dus hier gebracht. Ja. Of nemen jullie zelf ook wat mee van jouw bloed zelf? We kopen zelf knuffels en er zijn ook heel veel knuffels gebracht. Veel meer dan we kwijt kunnen. Maar we waren wel overweldigd door het aanbod aan knuffels. Dat was wel heel erg leuk. En we gaan zo 2-3 keer per dag lopen we alle bomen even langs. En dan vullen we weer bij. Dus er ligt nog genoeg, dus we kunnen nog een paar dagen vooruit. Heb je al veel bezoekers gehad dit jaar? Al redelijk wat. Ik denk dat er toch al zeker ruim 100 kinderen langs zijn geweest die een mooie knuffel hebben uitgezocht. En tot wanneer kunnen de kinderen langskomen bij deze kerstbomen? Tot en met vrijdag nog, tijdens kantooruren tussen 9 en 6, zijn alle kinderen welkom. Dan blijven er misschien knuffels over. Ja. Bewaren jullie die voor het volgend jaar? Wat doen jullie daarmee? Dat denk ik wel, maar daar hebben we nog niet echt over nagedacht. Maar waarschijnlijk bewaren we ze voor volgend jaar. Maar het kan ook zomaar zijn dat wij ze doneren aan de Jongbloed Foundation. Dat is ook een onderdeel van Jongbloed Fiscaal Juristen, een zijtak. En die stichting zet zich in voor kinderen in de regio die het goed kunnen gebruiken.